Hallo en welkom bij dit nieuwe filmpje en welkom bij Passie voor Paard en Pony. Ik ga hier vandaag weer foto's en filmpjes maken en met dit YouTube filmpje neem ik jullie mee. Zoals jullie zien zijn er al genoeg mensen aanwezig. Er zijn namelijk ook echt heel erg veel verschillende disciplines vandaag. Zoals jullie al zien. Bixie, dressuur, springen, daarachter keuringen van de Welsponies en de andere kant de poort uit, daar de cross trainingen. En binnen is ook nog de voltige en vanmiddag ook nog de aerial show. Zoals ik jullie net vertelde waren er heel erg veel verschillende onderdelen. En daarom neem ik jullie mee met deze voice-over vliegend vlug over het terrein. Eerst gaan we kijken bij het welstandboek waar veel ponies werden voorgebracht voor de jury. En 's middags waren hier ook nog rijrubrieken. Dan gaan we snel door naar binnen waar de voltige aan de gang was zoals ik net al vertelde. Hier waren veel bezoekers en werden de deelnemers goed toegejuicht als ze begonnen aan een wedstrijd. In de hele ochtend waren ook nog de dressuur, het springen, de Bixie, het welstandboek en ook nog de crosstraining buiten bezig. Dus voor de bezoekers was er voldoende te bekijken en voor mij was er voldoende om te filmen. Hier heb ik een stukje van de crosstraining waar de paarden aan het wennen waren aan het water. Op deze dag kwam echt iedereen bij elkaar, jong en oud, pony en paard. Iedereen plezier en passie natuurlijk voor paard en pony. En dan gaan we weer even terug naar binnen, want 's middags was namelijk de aerial show die jullie hier zien. Hier waren ook weer veel mensen aan het kijken en dit zag er natuurlijk heel erg leuk uit. Na de aerial show mochten zelfs ook nog de kinderen in de touwen zelf eens proberen om de kunstjes uit te voeren. Als je graag meer informatie wilt over Ruitersport Zevenum, over de voltige of over de aerial, kijk dan zeker eens in de beschrijving en klik op de linkjes. Tijdens de hele dag was er natuurlijk ook een lekker hapje of drankje te halen. En 's middags waren ook nog de verenigingskampioenschappen. Nou, dat was me een dagje wel. Ik moest van hop naar her vliegen om alles op beeld te krijgen. Ik hoop dat het is gelukt. Dat ga ik vanavond al zien met het uitzoeken. Dus voor mij zit de dag erop qua foto's en filmpjes maken. Maar zo dadelijk thuis eerst even eten en mijn eigen ponies verzorgen. En dan verder met de foto's en filmpjes uitzoeken. En afwisselende beelden die had ik zeker. Dus daarom hierbij de aftermovie van Passie voor Paard en Pony 2022.
Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.